Hey, ook kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik jullie een nieuwe aflevering van Ronald speelt Minecraft. En ja, vandaag gaan wij de stal voor onze geliefde meneer Knol bouwen. En ja, dit gaat een heel avontuur worden, want ik heb totaal geen idee hoe ik die verlepte prutstam moet gaan bouwen. Dus ja, in ieder geval, we gaan eens maar eens aan meneer Knol vragen wat hij wil. Eens even kijken, waar is dat beest überhaupt? Oh god, dat is helemaal weer terug daarbij dat, weet die farmgeneusel, weet bij die farmrama farm daarachter. Uh, oké, okay, oh mijn god, we moeten ook nog allemaal weghakken hier. Eens dus even kijken, we gaan eerst maar eens even een bel maken. En oh mijn god, wat alweer donker hier en dan al meuk. Goed, well, die gaan we eerst maar eens even naar de Tower of Power, Gaan we daar slapen, want, want boven is bed. Dus, nou, dat is in ieder geval uh, iets. En dan kunnen we de hele dag gaan verspillen naar bouwen. Alsof we een minte knol, knolhut of zoiets, weet ik veel. Eens dus even kijken, dan boom hier. Nou, oké. Okay. Nou, snurken dan maar. oké. Goed zo. Hey, nieuwe Optifine version is available, oh, dat is leuk. Eens even kijken, goed. Meneer Knol, meneer Knol, waar bent u? Had ik die met de paard niet of ofzo, volgens mij wel of niet? Oh nee, oh, waar is die nou, meneer Knol? Knolletje van mij. Wat is dit nou hier? Je meuk. Jee, yeah, meneer Knol, hallo, meneer Knol, gaat het met u? Uh, goed meneer Knol, wat wilt u hebben? Wilt u een, 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 een penthouse of zo? Wat, wat uh, Laat ook maar. Je bent niet erg spraakzaam vanochtend. Nou, in ieder geval, ik ga maar gewoon uh, wat doen. En uh, wat dan kan ik, ik niet meer. Oh, goed zo. Oké, okay, nou wel, we gaan maar het verblijf van meneer Knol bouwen. Zie dus even kijken, ik moet er nog maar eens allemaal gaan oogsten. Hier kunnen we nog hartstikke druk en alles. Eens even kijken. La, la, la. Oh ja, trouwens, jongens, jullie mogen altijd achterlaten in de comments. Als jullie wat leuks weten voor uh, ja, deze serie, of wat ik ding moet bouwen. Of uh, laat het gewoon achter in de comments. Alle ideeën zijn welkom. Eens even kijken. Zo, 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 zo. Oh, mijn god, visite. Dat hoor ik wel. Oké, okay, ga dood. Zo, dit uh, hak en v is even weg, en dat geeft mij tijd om even met jullie te praten over mijn 100.000 uh, honderd, weergaves, ja. Honderdduizend weergaves heb ik nu behaald met uh, Shadow Games 23, yes, echt super geweldig. Gewoon, en gewoon, mijn video's zijn gewoon 100.000 keer bekeken, dat is gewoon master. En, uh, ja, er komt een uh, facecam-video daarvan. Uh, uh, uit, het wordt echt super cool, het wordt een Ronalds Minecraft facecam Dus ik denk dat de volgende aflevering van Ronalds Minecraft met uh, facecam zal zijn Dus um, ja het gaat gewoon super episch worden dus even kijken, zo haken we dit even weg Oké, okay, wat well, ziet er al mooi uit Shit, ik heb geen dirt, ik heb geen dirt Oh nee, ik moet dirt halen Anders ik niet, niet, niet de stijl kan bouwen voor een meneer de knol Oei, oh ik weet niet hoe lang we bezig zijn met die stal en de knol, maar uh, ja. En als jullie die facecam bevalt, dan wil ik wel bij iedere Ronas Minecraft aflevering een facecam doen, als jullie dat willen tenminste. Dus ja, het is al een hele hoop geëdit, want ik moet het synken met de X-Story en uh, dat gaat toch al kut, dus ja. Yeah. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet doen, dus uh, we gaan maar gewoon kijken wat het wordt en anders dan heb uh, ik ja, een hele aflevering verspild. Van Rottersport Minecraft. Dus ik denk dat we in die facecam aflevering. gewoon iets van uh, een cave system gaan ontdekken of zo. Dat we een cave in gaan. I don't know. Of misschien gaan we gewoon uh, verder met de stal van de Knol. Maar als het even kan, wil ik vandaag die stal van de Knol af hebben. Maar ja, dit gaat niet echt helpen en als ik zo aan het graven ben hier. Ik wil graven. Even kijken zo. Oké. Okay. laatste stukje, en dan moeten we helemaal weer daarheen om durf te halen. Waar ik helemaal geen zin in heb. Maar, uh, oh, ik zal even praten over mijn server. Want nou ja, bij de 100.000. Uh, wat 100.000? Nee, bij de 1000 abonnees ga ik uh, uh, ja, mijn server, zeg maar, public maken. Ja, niet, niet public dat iedereen erop kan. Maar dat ik uh, uh, ja, dingen ga laten zien van de server. Ik ga tours houden. Er uh, komt iedere week. Komen er uh, ja, mensen op de whitelist. Enzovoort, enzovoort. En we hebben nu een economy plugin. Dus in principe dat je, je, je start met 5000. 5.000 uh, dollar zeg maar het is niet in het is niet real money het is gewoon met die minecraft economy plug -in, zeg maar en uh, ja daarmee kan ik dus zeg maar complete economy besturen Dat is echt super cool nou ja je start met 5.000 goud of uh, nou ja godsamme wat of tanks nee maar je start met uh, uh, waar is die poep dirt dirt ik wil dirt ja dirt 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 oké okay. nee maar um, ja je start met volgens mij 5.000 Dollar. En wel, daarmee kun je dingen kopen, verkopen in de shop bij uh, Spawn en zo. Je kunt ook dingen verkopen. Je kunt Iron Ingots verkopen voor uh, 100 of zoiets. Dat weet we allemaal niet. Dat gaan we allemaal wel bekijken. Maar het is uh, super grappig. Je kan het allemaal aanpassen. Dus um, ja, je, je hoef je niet voor diamonds te minen En nu kun je diamonds kopen. Maar ja, je, je, het is niet zo dat je al je geld op kan maken en dat je dan gewoon um, uh, zeg maar gewoon. Mops kunt slachten of, 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 of kunt menen voor geld of zo. Nee, dat kan niet. Je moet altijd geld overhouden. En uh, ja, maar ja, als je voor mij een klusje doet of zo, dan krijg je automatisch ook wel wat, uh, wat geld. Dus als je geld op is, per ongeluk, dan uh, kun je altijd gewoon. Uh, uh, ja, bij mij terecht voor, voor geld. Uh, eens even kijken, wat de fuck, ik moet hierheen. Maar ik ben natuurlijk geen filantropische instelling. Ik ben geen, geen bank of zo. Uh, maar ja, als jij geen geld meer hebt, ben je in principe failliet. Dus je moet zorgen dat je altijd geld hebt. Maar ja, als je Arjen gaat mijnen of, of, of daarom of zo, die kunnen wel weer verkopen, Dus uh, dat kun je nog doen. Maar ja, als je uh, niet in mijnen bent, dan kun je dus ja, die andere optie doen. Bij mij komen voor klusjes en daarmee kun je geld verdienen. Alleen dat wordt alleen gedaan als je geen geld meer hebt in principe. Hè? Even zo. Maar uh, ja, je kunt dus gewoon in principe ook gewoon ja, mijnen voor je geld. Alleen moet alles weer verkopen en alles. En nou uh, ja, misschien wil je het wel voor jezelf gebruiken. Dus uh, het zijn in ieder geval heel veel opties om aan geld te komen en om het uh, soort te verkopen. Je kunt het volgens mij ook verkopen aan, 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 uh, aan spelers. Maar ja, uh, waarom zou je dat doen? Je kunt het net dus zo goed gewoon verkopen. En uh, uh, dan koopt die speler dat wel weer op als hij dat wil. Zeg maar, dus het, is, het heeft niet echt zin om met elkaar te gaan ruilen en alles. Dat kun je wel gewoon uh, normaal doen, zoals je dat vroeger deed, gewoon hier heb je deurt. gewoon hier heb je deurt. oké, okay, dan krijg je een sapling. Zoiets zeg maar, alleen dan, uh, je kutkep, nee maar dan kun je gewoon dan in principe gewoon uh, dat wel blijven doen. Alleen je kunt niet zeg maar zeggen van, oké okay, nou, uh, ik geef jou 5 euro voor dit of zo, nee dat, dat, dat kan niet. Het is geen handje contantje server, je, uh, je betaalt de prijzen van de server zelf, dus ja, ik kan die prijzen allemaal aanpassen, dus ja. Maar, uh, ja, het ene is natuurlijk wel wat duurder dan het andere ding, dat snap je zeker ook wel. Bijvoorbeeld een diamond, dat, dat de, de diamond kost 1000, denk ik. Want nou ja, diamonds zijn wel redelijk zeldzaam. Emerald kost 1500, sowieso, want die dingen zijn nog super zeldzaam. En diamonds ook, ik wil niet dat iedereen met full diamond in mijn server loopt. Maar ja, je kunt het zelf natuurlijk gaan menen, maar ja, je kunt dan ook eventueel wat diamonds gaan kopen. Maar je staat met 5000 en een diamond is dan dus in principe 1000. Dus kun je kunt 5 diamonds kopen, of wat, 4 emeralds of zo. Nee, geen 4 emeralds, want emeralds zijn dus 1500. Nou, ik moet de prijs ook nog uh, bekijken, maar. Uh, Zoiets zal het zijn. Oké, okay, mooi. Nou, ik ben precies op tijd klaar met het lullen over mijn server. Dat ik met de stal van mijn Knolkou beginnen. Goed, hoe gaan we dit doen? Wel, ik denk dat we sowieso iets met. Uh, in de stal van die koeienstal daar kunnen maken. Dus misschien gewoon iets fancy zoals dit. Hup, hup, hup. Oké. Okay. En dat we dan, zeg maar, gewoon met kabelstone te werk gaan. Zoiets als dit. Nee, ik er eentje terug zo. En dat we dan hier weer zo'n ding gaan bouwen. Het wordt redelijk fancy. Ik weet niet echt hoe ik het ga maken, maar. Het wordt wel leuk. Even kijken. Als we nu die koupersonen hier gaan doen. Dat wordt denk ik wel wat beter. Er komen dus allemaal stallen in en alles. Even kijken. Uh, Eén stal is... Oh, dit is te groot. Want ik wil denk ik... Ja, ah, want op dit nou voor één, één paard te doen. Want nou, ik wil de paarden zeg maar apart hebben. Dat is een echte manege. Dus dan doen we dit even weghalen. En dan maken we dat één breder. En dan is wel... Uh, de goede afmeting voor een stal dus zoiets als dit zeg maar ja dat is wel goed voor één 1 knol dat is ook niet meer nu even kijken zo 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 oké okay, dan ja eh, yeah. right. uh, oh mijn god oké okay, nu moet dit dit en oh, gaat samen nu moet dit eigenlijk uh, zo en ja oké en nu komt het zeg maar zo het design oké okay, dat wordt wel mooi even kijken dan moeten we even zo Ehm, um, anders klopt het... Nee, 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 nee. Dit is weer het rood. Ronald. Zoiets als... Dat is wel klein voor zo'n knol. Doe het zo. Ja, dit is wel groot genoeg formaat. Zo. En dan, eh... Uh, denk ik... Cobblestone, cobblestone... Fence, gate, Fence, fence. En then... dan... Maar ik eerst even in zo'n stalding en dan kijken we wel verder. Even kijken, zoiets als dit of zo. Fancy, fancy, even kijken. Dan moet hier nog wel even nog een fence gate. Zo'n zeg maar, zo stalding. Um... Ja, eens even kijken. Dit is dan één zo'n stalletje. Laten we eerst even een dirt-trapje uh, maken. Uh, zo, hop, hop, heb Nu komen we hier, tenminste. Uh... Op, oké okay dan. Nu hebben we tenminste hier een beetje in overzicht. Ja, 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 oké. Okay. Gaan we even de fences aanbrengen. Want wow, nou, volgens mij... Uh, oh mijn god, dit lekt echt nergens op of wel? Nee, oké. Okay. Uh, oh mijn god, nou even stairs maken. So. Gaan we eens kijken hoe dit staat. Nou, zo hier naar binnen doen. Oh, dit is leuk. I like that design. Waar zijn mijn trappetjes? Oké. Okay. Dit is wel, wel wat. Dan kunnen we zo het design verder laten lopen. Ah, ja. Kijk, dit heeft wel wat weg. Kijk, moeten we moeten het nou alleen even met een knol halen. Zodat we uh, de afmeting uh, precies goed hebben, zeg maar. Maar een knol of niet echt zo'n grote ruimte. En de manege hebben ze ook niet zoveel ruimte als hier. Dus ja, wat dat betreft. En ik moet een beetje schoner ademen met mijn materialen. Want ik heb niet echt 5000 stacks met boete uh, en zo. Nee. Sowieso als dit dan. Ik weet niet wat het is. Ik heb altijd moeite met trapjes maken. Wat is dit nou? Triple op Opdonderen. Even kijken. Dus hetzelfde hier. En hier. Kijk, als het, als het te klein is, dan um, maak ik er wel bij. Ja. Uh, yeah. Oké okay, dan. Zo. Ah. Wow. Cheap, Jeeps uh, legit. Zo. Dan kan de knol hier in zo. En dan gaan we met de knol halen. En dan gaan we eens kijken of dit, uh, of dit wat is. Het wordt natuurlijk wat breder en langer en alles. Maar uh, het moet voorlopig even zo. Want nou, ik wil uiteindelijk drie paden: een, uh, een uh, ja, meneer knol. Die hebben we dus al. Nou, mevrouw knol. En dan knol junior. Ja, knol junior, inderdaad. En dit is dan mijn, uh, ja, mijn familie zeg maar. Nou ja, enzovoort, enzovoort. Eens dus even kijken. Kom maar met de knol. Hallo. Oh, je dat trappelen om te rijden, natuurlijk. Of om te te, 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 ja. Hey, 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 hey kom eens hier, jij. Niet niet bomen in. Oké, okay. hartstikke. Is het nou weer donker? Hoe lang ben ik al bezig, in godsnaam? Nou, nah, ik kan niet zo zijn dat ik toch al. nu al 10 minuten bezig ben. Nou, nah, kennelijk wel. Oké, okay, zo. So. Nu ben ik echt ook gewoon blij dat ik dit pad hier heb gemaakt. kijk, nu kan ik er ook mooi met die knol erin. Holy kut, kijk uit. Waarom sla ik met een belt hier zo'n ding aan? Gaat goed? Oh, het is goed zo. Die gun zitten. Oké, okay, nou dan gaan we met de knol hier dus even inrijden. Piep, 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 piep. Kijk, moet ik de deuren openen? Zo, zo hup, met de knol erin. Uh, kun jij niet door twee? Hij kan niet door twee heen. What the actual. Fuck, gewoon, holy. Nee, nee, nee. daar, motherfuckers. Is het nog met jullie soort jullie, die de hele dag niet meer lastigvallen? Ik moet er helemaal simpel van. Ik ga gewoon dood, mens. Nee, is alles oplichten, 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 oplichten. Oplichten. Licht alles op. De verlichting van de geschiedenis van 1988. Hoi, hey, kutspin. Hey, oké. Okay. Die, oké. Okay. Goed, wel met die knol. Uh, ja, ga daar maar even heen. Oké, okay, nou, dat moet dus één breder. Weten we dat ook weer? Even kijken. Zo. De brede mac. Mark... Daar ja, knok ik altijd weer vandaag. Helemaal niet goed van. Even kijken. Dit moet ook weg. Kunnen we alles weer weg gaan halen. Hè? Ja. Oké. Okay, nou, dit nodig. Ja. Oké. Okay. Uh, hardcore parcours.

En dan heb ik nee kutsoi. Kijk want zo God, ze pleurs Oké, okay. zo so, wat het ontwerp zeg maar een beetje. Uh, like that. En dan um, like that. Nee, Ronald, niet like that. Like this. En dan weghalen. Zo, dit ook weg. Ja. Dit wordt heel hoog. Nou, ik kom weer zombie in mijn rug. Om, om. om, om, om. Ja, hallo. Blijf dat u even langs bent gekomen. Oké, okay, zoiets als, als dit, dacht ik. En dan bijvoorbeeld something like that. Moeten we even, even stairs maken. Ik zoiets toch allemaal stairs nodig, dus wat dat betreft. Oké, okay, zoiets als dit. Oké, okay, what the fuck nu weer. Zo. Oh, I need het, Thank you. I'll take that. Even kijken. Uh, zo. En dan nu. Zo en zo. Dit is best wel een mooie stand. komen dan al die dingen naast elkaar. wat dan ja. Minecraft 1.7 moet dit echt gaan fixen. Zo, oké. Okay. Nou, de Knol. Dan we naar binnen met de hap. Zo, meneer Knol. Oké, okay, we gaan helemaal overnieuw beginnen. Oké, okay, meneer Knol, naar binnen. Goed zo. Ik afstappen van meneer Knol. Goed, nou meneer Knol, je bent nu hier binnen in uw eigen kleine uh, stulpje. Eens even kijken. Oh ja, we hoeven die heet beels maken en zo. Oh, dat gaat het leuk worden. Eens even kijken. Maar jongens, ik denk dat ik het hierbij gelaten Ik ga even potato eten. En dan en zo. Om, 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 om. Ja, oké, okay, zo. Ik denk dat ik uh, deze uh, stallen nog drie keer zo hier naast elkaar ga maken. Um, en dan kom ik in de volgende episode wel terug om uh, dit hele stukje verder te maken. Want nou ja, dit is gewoon zo. Hup, 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 hup. Die dom naast elkaar zetten. Dus wat dat betreft uh, kan ik dat maar beter off camera doen, denk ik. Dan gaan we ook nog even het hok van meneer Knollen richten in de volgende episode, denk ik. Want nou ja, knol moet wel natuurlijk uh, eten en drinken en zo hebben. Want anders dan gaat meneer knol dood aan verhongering. En dat willen we ook niet, natuurlijk. Want dan kan ik helemaal teruggaan naar het MPC-village. en kan een, een nieuwe knog gaan halen, maar dat wil ik allemaal niet Dus ja jongens, ik zeg hier nu bedankt Voor het kijken, abonneer nog even, like de video Ook nog even voor meer Runners van Minecraft En natuurlijk voor de facecam van de volgende aflevering Want um, Of in de volgende aflevering moet ik eigenlijk zeggen Dus bedankt voor het kijken, volg me op twitter At shadowgames320 en dan zie ik jullie later Dus ja, later mensen